terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij... Dit is quote. Letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator nog. Op 12 januari 2022 heeft de voorzitter van het bestuur van de Antonicom Universiteit van Suriname, professor Dr. Shanti Venetian, de leerstoel fysiologie met de nadruk op homeostase ingesteld. Voorafgaand hieraan hield Dr. Robert Bipad zijn inaugurele reden getiteld Factoren die het behoud van de homeostase in het menselijk lichaam bevorderen, een fysiologische concept. Met het houden van de oratie heeft professor Bipad het hoogleraarschap aanvaard en is het invullen van de leerstoel door professor Venetian aan hem opgedragen. Het is mij een eer om aan de faculteit der medische wetenschappen de leerstoel fysiologie met de nadruk op homeostase in te stellen en het invullen van de leeropdracht behorende bij deze leerstoel aan u op. Mag ik de eerste zijn die u, professor Dr. Robert Bipad, namens het bestuur van de universiteit feliciteren met het behalen van deze mijlpaal. Het totaal aan processen dat ervoor zorgt dat de samenstelling van het interne milieu constant blijft, wordt ook wel homeostase genoemd. Homeo betekent hetzelfde en stasis betekent constant. Dus er is een continue toestand van constantheid. Zolang de homeostase intact is, bevinden de cellen zich in een optimaal milieu dat de uitwisseling mogelijk maakt en blijven zij gezond. Dit moet u dus zeker vastnemen. Strikt genomen is de homeostase dus afhankelijk van een input en een output. Wat erin komt en wat eruit gaat. Wanneer deze twee zaken niet gelijk zijn aan elkaar, raakt de homeostase verstoord. Wanneer de homeostase is verstoord, kan er compensatie optreden door een veranderde werking van alle betrokken organen en systemen. En wanneer deze compensatiemechanismen mochten tekortschieten, kan de storing niet worden hersteld en worden de cellen en uiteindelijk het lichaam ziek. Ziekte is dus een uiting van een verstoorde homeostase en kan bij langdurig aanhouden zelfs tot de dood leiden. Dit concept werd in een primitieve vorm reeds door Hippocrates verkondigd. Hij gaf aan dat ziekte een uiting was van een verandering in een van de 5 lichaamsvloeistoffen die hij had geïdentificeerd. Het frappante is dat dezelfde cellen en organen die zorgen voor de instandhouding van de homeostase ook de elementen zijn die deze over het algemeen verstoren. Een mooi voorbeeld is dat in de lever het relatief giftige ureum wordt gevormd uit ammoniak dat bij de afbraak van eiwitten vrijkomt. Door ureum af te geven aan het interne milieu verstoort de lever dus de homeostase. Ureum wordt dan door de nieren uitgescheiden en daardoor wordt de stoornis min of meer gecorrigeerd. Een ander voorbeeld is dat alle cellen voor hun energie glucose en vetten verbranden. En dat bij de verbranding van deze stoffen zuur vrijkomt in de vorm van onder andere koolzuur en melkzuur. Dat wordt natuurlijk afgegeven aan de omgeving en die wordt dan zuurder, de pH daalt. Het lichaam moet het zuur kwijt en doet dat door koolzuur af te geven in de longen, melkzuur in de lever om te zetten in glucose en zuur uit te scheiden in de nieren. Uiteindelijk is de homeostase dus afhankelijk van de balans tussen een bepaalde input en output van het interne milieu. Om de input en output in balans te houden, zijn er natuurlijk regelmechanismen in het lichaam. Die werken door middel van een sensor die de veranderingen registreert en signalen stuurt naar het controlecentrum dat via effectoren mechanismen in gang moet brengen waardoor de verandering weer gecompenseerd kan worden.
Het proces werkt constant door en houdt niet op bij een bepaald orgaan. Veel van deze processen worden in onze hersenen geregeld door een deel dat hypothalamus wordt genoemd. Coumarinen worden als zogenaamde bloedverdunner gebruikt, maar ook als rattengif. Rattengif is dus echt een coumarine, is een heel sterke bloedverdunner eigenlijk. En dat zorgt ervoor dat ratten doodgaan wanneer ze dat hebben geconsumeerd, omdat ze inwendige bloedingen krijgen en daarvan niet kunnen herstellen. Coumarinen kunnen in de natuur worden gevormd, spontaan worden gevormd, wanneer plantenmateriaal niet op de juiste manier is opgeslagen voor latere consumptie door vooral dieren, maar ook mensen. Het is ook deze manier waarop het is ontdekt. Het is hooi dat vocht had en waarbij een bepaalde bacterie of schimmel is gaan groeien en de coumarine erin heeft geproduceerd en daardoor de runderen die dat hooi hebben geconsumeerd dood zijn gegaan aan interne bloedingen. Dat heeft men dus in Amerika in de jaren 30 van de vorige eeuw gezien. Ze kunnen biologisch interfereren met de bloedstelling en regeling van ons bloedsuikergehalte. En daar zit je dus twee publicaties die recent zijn verschenen ook, waarin dus een overzicht wordt gegeven van de werking van deze coumarinen. Minder voor de hand liggend, kunnen zeggen, zijn de fysieke eigenschappen van het voedsel. Zoals het watergehalte. Het gehalte van glucose in het bloed na de consumptie wordt postprandiale glucosegehalte genoemd. Het postprandiale glucosegehalte is afhankelijk van de hoeveelheid suiker die wordt geconsumeerd en de mate van de insulinereactie die daarop volgt. Kijk, als u een berlinebol heeft gegeten op tijdstip 0, dan stijgt het suikergehalte met de tijd. En na 120 minuten hoort hij dus terug te zijn op het normale niveau. Maar recent hebben wij in een simpel onderzoek kunnen aantonen dat dit gehalte ook afhankelijk is van tenminste één andere factor. In het onderzoek vertonen personen die gelijk water dronken met het eten van een berlinebol, die lekkere berlinebol van Fernandes, een significant hogere postprandiale glucose dan personen die alleen een berlinebol hadden gegeten. Logischerwijs kan worden aangenomen dat de extra glucose niet van het water afkomstig is, maar dat het water kennelijk de fysico-chemische eigenschappen van de maaltijd zodanig had veranderd dat de glucose makkelijker en sneller kon worden opgenomen. Daarnaast kon worden aangetoond dat dit effect ook minder was wanneer een half uur van tevoren een extra berlinebol was geconsumeerd. Het exacte mechanisme van deze waargenomen fenomenen is niet echt duidelijk. En dan ziet u dat als er geen water wordt gedronken en de berlinebol dus alleen maar in zijn eentje wordt opgegeten zonder water, dat een veel mindere belasting geeft dan wanneer er tegelijk met water wordt geconsumeerd. Dat is op tijdstip 0, water 0 minuut. Wanneer het water 30 minuten daarna wordt gebruikt, of 30 minuten ervoor, is dat effect dus veel minder. Eigenlijk is het ideaal om na 30 minuten pas te drinken. Deze resultaten zijn gepubliceerd in een toonaangevend vakblad op het gebied van voeding. De naam is daar. En eigenlijk heeft dit onderzoek, ik ben er eigenlijk echt een beetje trots op, het heeft heel veel internationale aandacht gekregen. Frans, Italiaans, Spaans, Engels. Binnen een week na publicatie stond het al in de Daily Mail van Engeland. Helaas niet in de Surinaamse pers, maar dat kan nog komen natuurlijk. Het meest recente dat hierbij verschenen is op 27 december jongstleden en dat is dus in de Italiaanse krant daarboven hier. En het schijnt dat de Italianen er heel veel aandacht aan schenken en zelfs aanbevolen hebben dat het niet drinken tijdens eten, dat een goede praktijk van eten zou zijn. Op dit moment worden wij echter geconfronteerd met een verandering die zo snel plaatsvindt dat het leven, inclusief alle planten, dieren en mensen, niet de tijd heeft om zich aan te passen. Deze verandering vindt ironisch genoeg door ons eigen handelen plaats. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn de algemene gezondheidseffecten van een veranderd klimaat overweldigend negatief. Klimaatverandering beïnvloedt de gezondheid significant door onder andere temperatuurgerelateerde mortaliteit en morbiditeit, verslechterde de kwaliteit van lucht met verergering van cardiovasculaire en respiratoire of luchtwegaandoeningen,
kwantiteit en kwaliteit van beschikbare voedsel en mentale gezondheid en welzijn. Dat laatste is ook niet zo voor de hand liggend natuurlijk. Ik zal u straks uitleggen hoe dat komt. Bovendien kunnen we ons ook voorstellen dat door overstromingen en stijging van de zeespiegel microbiologische en parasitaire aandoeningen zoals cholera en strongyloidiasis zullen toenemen. Het bekleden van de leerstoel genaamd pathofysiologie met de nadruk op chronische aandoeningen is opgedragen aan professor Dr. Jerry L. Toulsy. Dit werd gedaan door de voorzitter van het bestuur van de Antelocom Universiteit van Suriname, professor Dr. Shanti Venetian. Toulsy heeft voorafgaand aan de instelling van de leerstoel het hoogleraarschap aanvaard middels het houden van een reden getiteld de toepassing van pathofysiologische principes bij de aanpak van chronische aandoeningen. Met het uitspreken van deze oratie hebt u het ambt van hoogleraar aanvaard. Het is mijn eer om aan de faculteit der medische wetenschappen de leerstoel pathofysiologie met de nadruk op chronische aandoeningen in te stellen en het invullen van de leeropdracht behorende bij deze leerstoel aan u op te dragen. Mag ik dan de eerste zijn die u professor Dr. Jerry Rajendra Toulsy namens het bestuur van de universiteit hier nu feliciteert met het behalen van deze meldpaal. Ook in Suriname zijn er chronische aandoeningen belangrijk te zijn. Uit cijfers van WOD blijkt dat cardiovasculaire aandoeningen, kanker, luchtwegaandoeningen en diabetes op de lijst komen van de 10 meest bekende doodsoorzaken in Suriname. In 2011 waren deze 4 aandoeningen verantwoordelijk voor 35% van het totaal aantal doden. Cardiovasculaire aandoeningen waren met 25% van het totaal aantal doden de belangrijkste doodsoorzaken. En een aantal studies kijken naar de prevalentie van chronische aandoeningen. In 2016 rapporteerden we in een studie dat de geschatte prevalentie van diabetes mellitus in de Surinaamse populatie gelijk was aan 13%. In deze studie steeg de prevalentie met de leeftijd. De prevalentie in de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar was 2,1% en de prevalentie in de leeftijdscategorie 55 tot 64 jaar was 32,1%. Dus in de laatste leeftijdscategorie was ongeveer 1/3. 1/3 mensen had dan diabetes mellitus. Eveneens werden etnische verschillen gerapporteerd. De prevalentie was het hoogst onder de Hindustanen, namelijk 23,3%. En dat was ongeveer 1,7 tot 4,9 maal in deze studies zijn ook de associaties en diverse risicofactoren betekend. Interessant was het verschil tussen de associatie van diabetes mellitus en BMI versus buikomvang. Hou je dit vast, ik kom er later op terug. Opmerkelijk in deze studie is dat ongeveer 40% van de mensen met diabetes mellitus nog nooit eerder was gediagnosticeerd. Deze bevindingen zijn in lijn met de resultaten van een andere studie, waarbij 34,2% van de onderzochte diabetes nog nooit eerder oogonderzoek hadden verricht. Deze resultaten geven aan een hoge prevalentie in combinatie met een suboptimale screening en monitoring. Dergelijke situaties zorgen voor een verlaten diagnostiek met als gevolg een grote kans op complicaties. In een ander onderzoek keken we naar hypertensie. In 2016 rapporteerde we voor hypertensie een geschatte prevalentie van 26,2%. Dat betekent dat 1 op de 4 mensen in de leeftijdscategorie van 15 tot 65 jaar bekend was met hypertensie. In deze studie werd een hoge prevalentie gevonden onder Creolen, Hindustanen en Javanen. Ook in deze studie hebben we associaties bekeken met diverse risicofactoren. Het verband met BMI was in deze studie duidelijker dan in die van diabetes. Ook in deze studie was het aantal onbekende hypertensiepatiënten hoog. Meer dan de helft was niet eerder bekend en slechts 25% van de bekende hypertensiepatiënten was goed gereguleerd. Ook hier kunnen we opmerken dat een hoog percentage van onbekende en slecht gereguleerde hypertensiepatiënten
De kans van hoog voor het ontwikkelen van complicaties, hetgeen weer een last zal zijn voor de gezondheidszorg. In een ander onderzoek over zelfgevormde geboorte, Paramaribo, rapporteerde we een prevalentie van 3,2%. Ten slotte keek we naar het metabolisch syndroom. Men spreekt van het metabolisch syndroom waarin drie van de volgende vijf condities aanwezig zijn: hypertensie, diabetes, vergrote buikomvang, hypertriglyceride en een verlaagd HDL-cholesterolgehalte. In dit onderzoek vonden we een prevalentie van 42% waarbij vergrote buikomvang en lage HDL-C heel frequent bij de aangeleverd en bij het vaststellen van de diagnose. Uit deze studies blijkt dat de prevalentie van chronische aandoeningen in Suriname hoog is en constructeerde aanpak nodig is. In de periode van 2000 tot 2015 zijn de directe kosten 4 tot 6 maal toegenomen in Latijns-Amerika en het Caribisch. De gemiddelde kosten voor de behandeling van diabetespatiënten lag tussen 1088 en 1888 US dollar per jaar. In dezelfde studie werden de directe kosten in Suriname geschat tussen 36,2 en 41,9 miljoen US dollar. Dit betekent een enorme last voor de gezondheidszorg. Dan praat ik maar over één chronische aandoening. In 1965 was de eerste klassificatie van de WHO. Door steeds toenemende inzichten is deze klassificatie meerdere keren bewezen. In 2019 publiceerde de WHO een rapport waarbij diabetes mellitus werd ingedeeld in de volgende type: de type 1, de type 2, dat is de meest voorkomende, ongeveer 90% van de mensen met diabetes zijn de type 2. En de hybride vorm, overige, specifieke type, niet geclassificeerde en diabetes ontstaan tijdens de zwangerschap. In dit rapport wordt diabetes mellitus beschreven als een proef van metabole aandoeningen die gecharakteriseerd wordt door hypertrofie. Ik wil u aandacht vragen voor het woord proef van metabole aandoeningen. Dit spreekt een hydrocholine pathofysiologie en omvat de effecten op insulinesecretie en activiteit. We gaan nu de pathofysiologie kijken en deze twee mechanismen gaan bespreken. Terug even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij... Dit is kort. Letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. En dit is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Dag Holland, ik wil daar komen. Ik ben naar hier als een raad. Teana, wogoluku na kulturu teife, tam sabaka gang, pe Canada pe wang, yeah. Hey for it new, goluku ti new, kulturu yunsu, paste fastrati zref buntu, unde baniu, sadef arkina new. Kulturu nyunsu, paste fastrati zref buntu. Suriname so een hele klan, mako depti hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari. Ma efu bondru kwa wang, tak wesre kama masralang. Beno wa soma, no abif kwari, no abif sari. Baya Creole, ya fans of Shini. Esha idol in the stance of enemies. Dambo Taki, on the right place. Different colors, one stage. Go, 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 be alo be gro. Be we la fu as I guess takai go. Be korosi na ngale take blow.
diki diki. Une gwa so so smanen sa bigi bigi. No. We go axa for luck if the loba bo late. We go arka problema food de sma in the wake. And we li be shwiti. So long house and pay you de we swing committee. Yeah. Druk tap alleen, make we stelling op prijs. Sterker kan wel, want united say wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar de na haar gereedschap. En we die almighty thanks en praise tak. Tak in de wiki nou we da eerste leesblad. We zijn beleefschat, statistieken schrijven overweeg dat. Ja, had je iets tegen in je keel gehad. Piet qua doro misgaat, want je weet dat. Kulturu.com na anjusu wechari. No fake, no joke, ya anjusu prespari. Efu bondru kwa wanda mine kouda ushwari. Ya anjusu nesari, why begin te waklari. Subscribe and share, make the fans fi arki. Ya weli bu no prati, u ape ine iparki. We de tapas trati, ka kwanga ikragi. U de borei dwen. Aksa falok fai kwanga de stijging. Efu vergelijk ding, u ababo weis dwen. For wasting, gonna blaze thing. A problem for follow na de staking. That be kweta mita follow for the ta hasting. What to po weary come for the coach is getting. Eh, who nap the thing? Day for its news. Sto look up chi news. Kulturu nyunsu. Paste fast gratis respuntu. Ude baniu. Sadef Arkina Nium Kulturu Nyunsu Pastefa Stratis Respuntu.